Zojuist hebben wij het bericht gekregen dat Dominique Mulder vertrekt bij het Mediacollege Amsterdam. Dit zal plaatsvinden op 31 december dit jaar. Vanaf dat moment wordt alles anders. Verder in het nieuws. Erika Terpstra gaat haar eigen bikinilijn beginnen. Wat vonden zijn klasgenoten van Dominique? Wij zochten het uit. Goedenavond, dit is het nieuws van vrijdag 19 december 2014. Zojuist is binnengekomen op de redactie dat Dominique Mulder stopt op het Mediacollege. De exacte datum is al bekend, 31 december. Voor het Mediacollege staat Stan Egberts. Stan, hoe is het daar? Je merkt aan goed hoe de sfeer is omgeslagen sinds Dominique heeft aangekondigd de school te gaan verlaten. Leerlingen gaan in opstand, de lessen worden gestaakt en... Ja, sorry, dit was niet de bedoeling. De lessen worden gestaakt en de winkels worden leeggeplunderd. Laten we gaan kijken naar de beelden van gisteravond. Na een tijdje moest zelfs de ME worden ingezet. Iedereen werd naar huis gestuurd, er waren 4 gewonden en 5 mensen zijn gearresteerd. We gaan zo direct wat vragen stellen aan docenten en leerlingen in de school achter mij. Dankjewel, Stan. Straks meer vanuit Amsterdam bij het Mediacollege. Erika Terpstra begint haar eigen bikinilijn. Bikinis zullen worden gebruikt in het nieuwe seizoen van Erika op reis. Vanaf volgende week liggen ze in de winkels. Wat vonden de klasgenoten van Dominique? We gingen langs op het Mediacollege. Wat voor jongen was Dominique? Nou, een hele goede jongen. En ik denk dat we nu gewoon niet meer de school zijn die we ooit waren. Heeft u hem goed gekend? Ik heb hem heel goed gekend, ja. Hij heeft bij mij alleen maar hoge cijfers gehaald. Hij heeft zich altijd heel hard ingezet en was gewoon als een zoon. U als mentor, wat vond u van Dominique? Dominique? Nee, zeg me echt helemaal niks. Nou, Dominique was toch wel echt een hele enthousiaste, liefdevolle jongen. En zodra hij de klas binnenkwam, bracht hij enorme kalmte en liefde met zich mee. Het is gewoon, was echt een hele prettige jongen om mee te werken. Ja. En het is ook een surfdude. Weet je nog, in Nieuw-Zeeland? Nieuw-Zeeland. Ja, hij ging altijd surfen in Nieuw-Zeeland. En als hij bij ons in de klas komt, dan is het net alsof hij die hele surfsfeer binnen de klas haalt, weet je wel? Ja, alsof we gewoon met zijn golf mee konden surfen. We gingen gewoon met zijn golf mee chillen. Ja, en die uitspraken van hem waren ook altijd zo leuk. Van, wat bennen we weg, hè? Of wat hebben we veel geleerd vandaag. Ja. Oh, het komt allemaal wel goed. Met wie moeten we nou roken? Ja, met wie moeten we nou naar de wc? Ja. Is de school veranderd sinds Dominique de vertrek heeft aangekondigd? Ja, de school is eigenlijk al voor de 2e keer veranderd. Want die veranderde al met de komst van Dominique. En nu verandert die weer met het vertrek van hem. In het Mediacollege staat onze verslaggever Stan. Stan, waar ben je precies? Ik sta hier in de klas van Dominique Mulder. De sfeer is erg treurig en naast mij staat Arjen Hosper. Arjen Hosper, wat vond u nou van het vertrek? Ja, het is natuurlijk ontzettend jammer dat hij vertrokken is. We gaan een groot talent missen, denk ik. Ja, en waar is hij nu naartoe? Weet u dat? Hij wil naar de HKU, hij wil verder studeren, dus eigenlijk wel in dezelfde richting. Ja. Alleen niet hier. Okay. En hij was natuurlijk ook al ouder en had al in ieder geval HAVO gedaan, dus hij kan ook wel door naar de HKU. Dus ik hoop dat hij daar wordt aangenomen. Nou, niet leuk dus. Nee. Ja, terug naar jou, Mart. Dat was Stan vanuit het Mediacollege. Ik ben Bart van Brikken. Dit was een korte nieuwsupdate. Een fijne avond.